echt honden. Het is niet zo warm, het is ook niet zo zonnig. Klein beetje vochtig. Ja, hier komen we niet zo vaak meer, hè? Hey. Ze rent uit de buurt. Rollen, rollen, rollen. Goed zo, ja. Welke wil je? Die, de tweede zeker dan? Ja. Dames van het goede leven. Ben jij mooi dan? Beauty! Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 3 augustus 2023. En zoals jullie kunnen zien, hier achter mij op de klok is het al 5 uur. Bijna 5 uur. Dus ja, ik ben even dit nog even weer aan het heropbakken. Want ik wou dat gisteren eten, alleen ik zat gisteren weer te vol. Heel raar, maar maakt niet uit. Ik was van me eigenlijk nu net even proberen aan het bellen. En ik ga zo meteen wat anders ook nog doen. Maar daar neem ik jullie ook weer bij in mee. Dus het wordt weer een leuke vlog. Dus heb je er al nu al zin in? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe een duimpje alvast omhoog. En laat sowieso even een leuke reactie achter. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze vlog. Het is weer echt honden. Het is niet warm, het is ook niet zo zonnig. Klein beetje vochtig. Ja, kleine. Ja. Rustig aan. Ik kan lopen met de handjes. Daar ben je dan. Kom. Kom maar. Open maar. Goed zo. Kleine niet zo ver. Goed zo. Ja, en er is nog een jamboree in, weet ik waar. En dat is het 40 graden. Nou, ik dank je feestelijk. Er zit een betere temperatuur om flinke massen mee te maken, denk ik. Polly, ga mee? Kom maar. Niet zo ver. Daar, mes. Hé! Beauty love. Wachten daar. Kleine. Niet luisteren naar mij. Klein ben. Kom, deze kant. Blauw. Hier. Ja, hier komen we ook niet zo vaak meer, hè? Hé. Hey. Ze rent uit de buurt. Hier. Bolly, ga je ook mee? Kom maar, niet allemaal achterblijven. Doe maar. Hop maar. Goed, zo. Doe maar. Kom maar, mee. Daar zijn jullie. Voilà. Lekker het brugje over. Kom maar.
bloemetjes en die sigaren hier. Alle soorten maten planten. Alleen geen orchideeën. Maar die horen je ook niet, gelukkig. Wat is dat voor iets? Rozenbottels of zo? Kom maar, eet dan. Beetje vocht, zeg je. Maar dat heeft niet. Ja, toch iets van rozenbottels, wilde rozenbottels, denk ik. Of dan maar rozenbottels, dan weet ik het niet. Van die cultuurdingen. Niet te vergeten, helaas. Doe maar, loop maar. Wolle op, doe maar. Goed zo. Top, 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 top. Wat ben ik weer goed bezig, Karin. Even extra autootjes en ertussen laten. Wat ben ik goed bezig. Wat ben ik toch weer lekker bezig. Goed zo, man! Lekker bezig. Goed zo, meis. Lekker met het verkeer mee. En je hebt iemand die achter je plakt. Goed zo. Niks aan aantrekken. Helemaal goed, wijfie. We zitten nog steeds achter Manuela, zoals jullie kunnen zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar we zitten er nog steeds achter. Alleen er zit nou nog een auto ertussen. Express. Want net zaten we er heel echt erbovenop. En nu heb ik een mooie auto ertussen, dus dat scheelt weer. '70 nu. Vlogcamera met flits. Nou, best wel, ik weet niet of je dit leuk vindt, maar sorry. Dit vind ik wel leuk. Waarom remmen, meis? Helemaal nergens nodig. Gooi je gas terug. Niks nodig, helemaal niet. Ah, het is hier wel mooi. Dat is één ding wat zeker is. Als ik... Ja, ik weet niet of ik hier nou... Nou, Wassenaar verhuizen? Nee! Hou dat even lekker niet doen en zo, vriend. Ja, toen was ik er weer. Oh, wat ben ik ook slim ook, hè. Oh, wat ben ik ook lekker slim vandaag. Kijk, ik heb gewoon weer een auto ertussen, hoor. Nou heb ik twee auto's ondertussen, jongens. Twee auto's.
expres doe ik dit. Zo'n mooie route. En nou nog even de snelweg weer pakken zometeen of zo. Netjes, man! Expres zo, anders hebben ze mijn gaten. Ik weet nou hoe ze rijden. Dat doen we zo. Kijk. Dat is fijn. Dan heb ik sowieso twee auto's ertussen. Jammer, vriendje. Dit is zo leuk dat best wel het in de gaten heeft nu. Hij vindt het zo geweldig dat ik nou mee gewoon mee rijd. Oh, heerlijk. Oh, dit is zo magnifiek, man. Welke kant ga je op? Plasverpolder of wat? Niet remmen in een bocht, maar niet remmen in een bocht. Never nooit remmen in een bocht. Moet ik ook remmen? Kuttekop. Thank you.
Zal ik even pesten? Piep, 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 piep. Want ook dat kun je wel eens hebben. Dat mensen gaan etteren. Humor. Rollen naar achteren, indraaien, ja, rollen, goed zo. Goed zo, goed zo, goed zo. Rollen, 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 goed zo, ja. Welke wil je, die, de tweede zeker dan, ja. Keurig, goed zo. Bandjes recht. Goed zo. Ja, je mag corrigeren. Maar je stond al goed. Maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Ai. Gevoelsmatig. Ja, maakt niet uit. Iedereen die moet het leren. Ja. Goed zo. En nu recht naar achteren. Banden recht. Bandjes recht en recht naar achteren, recht naar achteren, recht naar achteren nu. En recht naar achteren, goed zo. Hotstikke idee. Ja, dat was een, maakt niet uit. Je staat, maakt niet uit, je staat. Nog een keer doen, ja. Gaan hem nog een keer doen. Oké. Okay. Check. Nou helpt iemand. Ik denk zomaar dat best wel haar helpt nu. Maar kan dat fout hebben? Nee, niet. Oké, okay, check. Ai. Ja. En nu bandjes recht naar... Ja, niks meer doen. Recht naar achteren. Goed zo. Rustig, rustig. Rustig en remmen. Netjes. Je kan het wel. Keurig. Goed zo. Netjes, wijfie. Ja, 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 ja. Sinds wanneer had jij mij in de gaten? Van de waar? Dat toen pas. Ik zit al vanaf het begin al achter je, jongen. Normaal, slijfschutten. Al vanaf Wassenaar zat ik al bij achter jou. Was je daar of reed je daarvoor al richting ons? Nou ja, al vanaf het begin, schut. Ja, door, 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 door. Go, ja!
Of ga je nog een keertje in parkeren? Even kijken hoor. Dat dacht ik al. Keurig. Niks meer aan doen. Zoals jullie hebben kunnen zien, ben ik even een lekkere ontour geweest achter Manuelle aan. En Bessel die had mij behoorlijk laat in de gaten, pas op de snelweg. Dus kun je dus nagaan. Ja, op de snelweg had hij mij pas in de gaten, dat ik dus die vrachtwagen inhaalde en ook hun. Toen had hij mij pas in de gaten. Ja, kun je nagaan. Oh, toen pas. Maar oké, maar hij vond het ook leuk en ik ben altijd welkom. Dus ja, en Manuelle vond het ook leuk om een keer op deze manier. Dus ja, dus ik moet sowieso de beelden van mijn deskcam er ook afhalen. Wordt ook gezellig. Zo blijf je bezig, vanzelf. Ja, zo blijf je bezig. Maar dat maakt niet uit. Ik sta dus nu even te wachten op Roderick, want die komt eraan. Dus we gaan weer even naar de mall. Nog, dus dan moet hij wel opschieten, want anders is hij zo meteen dicht. Het is alweer 7:15 en we moeten ook weer de vroeg uit. Dus ja, en ik kan deze aankomende 3 dagen niet vloggen, jongens. Nee, de aankomende 3 dagen heb ik even rust met de camera. Ja, heb ik echt gewoon rust. Hoe dan? Dat is eventjes mindfuck eigenlijk voor mij, maar oké. Maar Roderick die komt er al aan, dus wij gaan nog even naar de mall. We zijn dus in de Jumbo, ja. En wat
was ik nou volgens die gele? Wat was ik nou en volgens die gele? KB. Een KB. Ja, wat is dat? Een K? Dat is een prima. Dubbel K en dan een? KB zeg jij, KB. Ja, KB. Dus help even. Wat? Niet altijd vriendelijk schat. Nee, wat? Ik ga het niet herhalen. Nee, maar tegen mij, vertel. Een bepaalde ziekte en een bepaalde kanker. Kanker en dan, oh ja, kankerwits, ja. Ja. Ja, dat was dat ik. Dat wil ik niet zeggen. Ja, ik wel. Ik wel. Dat vind ik leuk. Nou, er is helemaal weinig, heel weinig. Ah, voor jou wel. Bolle. Nou, we zijn dus in de Jumbo. En ja, Rode heeft weer bolletjes scoren. Eurotje. Heel duur hoor, eurotje. 3 euro's. Ah, Rode heeft weer een euro. Ik heb nog wel. Jammer. Ja, die kan bolletjes, niet meer opstaan. Bolletjes, bolletjes. Hè? Bruine bolletjes. En wie die bolletjes? Hij kan niet meer opslaan. Ik heb al eens één gekozen. Ik heb geen ruimte. Ik hoor je niet. Ik heb geen ruimte meer in mijn vriezer. Ah, niet. Jammer. Dat had ik ze meegenomen. Maar nu kan dat. Nee, dat is waar. Ja. Jammer. Helaas. Mm. Pindakaas. Ja. Ja. Kan er ook niet. Kun je er 2 nemen voor een euro? Bijna wel. Bijna wel. Ja, bijna wel. Nee, maar ik werd dus nu net op de roltrap uitgescholden. Ik was even iemand aan het helpen die dus hier bij de Jumbo werkt. En ik zei tegen haar van, kom nu direct achter me aan. En dus er werd er wat gevraagd. Ik zei, ja prima. Gewoon alleen dat, prima. En ik moest maar gewoon normaal reageren. Hè? Ja, lekker normaal. De wat? Lekker normaal. Dus ja. Zoals jij reageert, weet ik voor jou normaal. Ja, ik ben gewoon, ja goed, prima. Dat is normaal voor jou. Ja, prima. Nou, moet ik dan echt zeggen? Ja? Nou, mevrouw, het ging heel goed. Er is nou niks meer aan. Ah, doei. Ik ken hem helemaal niet, dus zoek het uit. Moet jij nog wat hebben? Ah, heb jij alleen dat? Oké, check. Helemaal goed. Wij hebben hier een mooi blikje, een blauwe, wel te verstaan. Het is classic Lombi. Cola, ja, vanuit mooie Duitsland. Nee, doe eens normaal. Nee, doe eens normaal. Ja, het is normaal. Het is lekker koud. Ja. Lekker koud noemen ze dat. Nou, joh. Er zit wel prik in. Joh, het is lekker prik. Het ruikt wel gewoon naar cola. Dat dan weer wel. Wil je hieruit drinken of gewoon ook hieruit? Eens even kijken wat de kleur het heeft natuurlijk. De kleur is gewoon cola. Cola kleur, oké. Proeven. Even nog niks zeggen. Nog niks zeggen. Zo, hij is wel prikkerig. En hij is niet zo zoet. Nee. Het is lekker, niet zoet. Hij is inderdaad niet zo zoet, nee. Cola limonade. Heel grappig. Ik wou dat lipje al eraf afhalen voor je. Alsjeblieft. Nee. Want dat is heel vlijmscherp. Wat als ze met de tong er langs gaat. Weet je niet goed? Ja, een beetje rieten. Mm-mm. Mijn hand, hè. Je ziet scherp. Maar er zit wel een heel licht apart smaakje aan. Heel licht apart smaakje. Kolen blijven volgens mij na eilen. Naar de smaak dat je gedronken hebt. Dit niet. Je drinkt, je proeft het en het is weer weg. Cola blijft hangen, zeg maar, in je smaakpapillen. Ja, maar dan wil ik ook die andere rollen eens even zo proeven. Dat andere blikje, ook groen. Blauw. Zeg, grijs. Ja, nou, ik noem dit blauw, hoor. Ja, een blauw blikje. Ja, nee, die en die andere kleur. De andere kleur, de bruine kleur. Doe even normaal, gewoon. Kom, de niet-blauwe. Ja, okay. Precies dat, ja.
En dan deze even omspoelen, want anders heb je twee. Heb je nog een smaak erin. En hier zit geen statiegeld op, dus die kan weg. Niet? Nee. Dat zei ik jou gisteren. Dan maken we even een fotootje van het blikje met wel statiegeld. Ja. Print ik die barcode uit en plak hem hier overheen. Dan zit er wel statiegeld op. Ja, maar dat mag niet. Dat heeft niet. En dan kun je een bekeuring verkrijgen. Maar? Doe ik het stiekem, laat ik het jou inleveren. Grappen maken hoor. En breng mensen lekker even op ideeën zo, maf. Ja. Als ook maar blikjes moeten sparen. En niet zomaar weggooien. Ja, 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 ja. Je kan maar wat jij. Je kan maar wat. Als je nou deze ook eventjes even omspoelt gelijk. Dat is mooi, fijn. Wel spierig was er. Grappig zeker bedoel je, of niet? Grappig, wat is er grappig aan? Ja, jij? Ja, weet ik niet. Wat voor grappig is daar aan? Ja, geen idee. Blokjes mee? Nee, gewoon zo, A, U, B. Gewoon even blikje meenemen, glas meenemen. Zoals net, zou fijn zijn. Nee, Ro, alsjeblieft. Ga niet alles weer vragen. Wat? Nee, precies dat. Ga niet alles gelijk maar weer vragen. Niet nodig, Ro. Gewoon, Ro, die en die andere blikje, maar niet de blauwe die we net hebben gehad. Ro, alsjeblieft. Wat? Ja, of je was lust. Schat, alsjeblieft. Ro. Alsjeblieft. Ja, vrouwen die zijn om van te houden. Kom maar. Ja. Kom maar. Laat nou gewoon gaan en loop gewoon door. Niet iedere keer. Roderick, kan je alsjeblieft niet alles zo herhalen? Blijf herhalen alsjeblieft. Nee, niet alles. Kijk, en dit is de paas, mensen. De paas. Oh, ja, paas. Ja, lila. Kijk, dat is een hele mooie paasen. En is ook weer Lombicola. Nooit van gehoord. Waarom? Ik zal ze wel leuk afvallen. Zero. Dit is Zero, ja. Lombicola. Ik zal ze even opzoeken. Ik zal het even opzoeken. Lombicola. Ga nou eens aan de kant. Klaar. Draak, ik meen het. Man. Zo, we gaan weer eens even proeven en kijken. En smaak. En misschien is deze wel paars in plaats van bruin. Ja, dat zou kunnen, maar ik niet. Nou, we gaan dan weer. Hier hebben we de Lombicola dus. De Lombi. Wat ik dus net al zei. En nee, we worden er niet voor gesponsord. Zal ik even er gelijk bij zeggen. Doen we eerst de kleurtest. Dan gaan we eerst even deze. De kleurtest. Hij is even iets minder donker. Ik zou zelfs zeggen, hij is lichter. Dus hij is iets minder donkerder, dat zeg ik, Dombo. Moet je cola over je heen hebben. Ja, lekker hoor. Alsjeblieft. Dankjewel, ik ben blij mee. Cola over me. Wil je ook cola over je heen? Alsjeblieft. Ja, dank je, heerlijk. Met likken al. Ja, precies. Nou, mag Ro weer even de eerste test doen. Even snuiven. De snuiftest. Nee. Nou, het blikje voelt lekker in de hand. Het is lekker koud. Vast in de koelkast is het geweest. De koudtest is ook goed. Houd dit. Want dan kan ik ook even proeven. Even niet zo doen. Alsjeblieft, dat gesmak hoef ik niet om horen te hebben. Nee, dat vind ik echt irritant. In neus dan? Nee, ook niet, Ro. Dat vind ik echt irritant. Als mensen gaan smak in mijn oor. Nee. Nee, maar Ro, ik vind dat niet fijn. Dank u. Ro, alsjeblieft. Niet nodig. Dank je. Ja, kan ik? Ja, kan. Allang. Ro, alsjeblieft.
Alsjeblieft niet doen. Nou, dan ga ik even ook even proeven zoals rood net deed. De Karin-test is gefaald volgens mij. Zit ietsje ik vind hem ietsje minder smaken dan die andere. Niet zo sterk smaak, zeg maar wel op zich prima te doen. Chemisch. Ja, dan komt die chemisch. In je eieren vind je ook de ammoniak smaken af en toe. Dus dat kan best dat dit ook anders smaakt. Ja, dus de Karen-test is gefaald. De Roderick-test zegt van nou, prima cola. Alleen die andere, vindt de Roderick, het Roderick-test vindt het beter. Ga je serieus voor mij invullen wat ik nu denk? Hoe moet ik nou invullen wat jij denkt? Ik weet niet wat jij denkt. Dat is wel wat je nu doet. Ik weet niet wat jij denkt. Mooi. Ga dan ook niet voor mij praten. Nee, dat moet je laat zelf. Laat me zelf dan praten. Nee, dat moet je zelf. Ro, alsjeblieft. Laat me dan zelf praten. En praat voor jezelf. En denk voor jezelf. Dus wat vind jij? Zoals net al zei, die hand vind ik lekkerder dan deze. En waarom? Hier zit minder cola smaak aan. Het is meer water. Ja. En wat en meer? Een beetje platter, zeg maar. Ja, minder bruis. Zoals? Platter? Zoals? Ja, hoe, waar, en waar kan je het mee vergelijken met water? Waar kan je het mee vergelijken met de rode spa of met de blauwe spa? Want de rode spa, dat is met prik en de blauwe, dat is zonder prik. Ja, maar dat is allebei water. Ja, maar sommige mensen weten niet wat en wat namelijk platter is. Daarom dat ik het ook zeg van waar kan je het mee vergelijken met de blauwe spa of met... Of met de rode spa? Het is de blauwe spa die een beetje richting rood gaat. Oké, kijk. Dus ik zou zeggen de donkerblauwe spa richting rood. Oké, top. Dus als je 3 glazen blauwe spa neemt en 1 glas rode spa, doe je bij elkaar, dan heb je een beetje een smaakje. Oké. Plus minus. Oké. Kan me erin vergissen. Nou, ik heb dus nu net ook een slok genomen. Ik vind hem niet echt heel erg denderend. Gewoon niet, ja, het is niet zo zoetig, zeg maar. Het is, ja, wat ik al eerder zei net, wat meer chemischer. Dus ik vind hem niet lekker. Ik geef hem aan Ro. Dus als Ro op wil drinken, mag je dat lekker drinken. Maar het is voor mij not done. Ik vind het gewoon niet lekker. Geef mij maar dan de Classic. Die vind ik wel lekkerder. Dus wat zoeter, maar ja. Maakt niet uit. Ieder zijn smaak en daar gaat het om. Dus... Dus dat zeg ik. Het is iedereen zijn eigen smaak. En en ook, ik heb van even een ander YouTuber geleerd. Ga nooit voor een ander denken. Ga nooit voor een ander praten. Want dat is gewoon niet fijn voor een ander. Als iemand voor iemand al gaat praten of gaat denken. Dat is dan minachtig. Gewoon voor een ander voor jou. Er wordt al voor je gedacht. Dus daarom dat ik het ook net tegen Roos zei. En die link zal ik ook even, sowieso even hier beneden in het beschrijving zetten van door de oog van een autist. Ja. Dames van het goede leven. Ben jij mooi dan? Beauty! Oh, wat is er dan? Wat is? Wat is er dan? Dames. Lady, kijk eens even uit. Niet doen. Hallo. Niet doen. Niet nodig om te gaan krabben. Nee, jammer hè? Ja, jammer. Heel erg. Hey. En de baas die staat daar om zijn jas aan te doen. Hoi. Tot morgen. Wie doet zijn jas aan? Wie gaat er met de baas mee? Wie gaat er met de baas mee? Wie gaat de baas mee? Want mama gaat even nog editen. Mama, die moet even editen. Ja. Ja, 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 ja. Oh ja, is het zo? Hoi. Nog wat erop? Ja, erop. Nou, erop. En dus dat moet eraf? Ja, dat moet eraf, ja. Zo. Niet zoutopname. Niet, jammer. Ja. Ja.
Mijn grote pup. Nou, ja. Mijn grote pup, kom. Jij gaat ook mee met de baas. Kom. Kom, 1, 2, grote baas, GB. Ja, doe maar. Doe maar, schat. Hi, rode dakduivel. Hi, mannetje. Hey, doei, hè. Later, ze. Dag. Is dat lekker dan? Ja, toch wel? Hey, doei, hè. Hè? Trusten. Hoi. Ben je slaapdronken? Ben je slaapdronken? Oh. De wat? Oh, is dat het? En de stoep loopt schuin af. Ja, ja. Je kan het weer mooi vertellen, jij. Ja, lieve schatten. Ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe een duimpje mijn vuurtjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like, abonneer en reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.